Hit TV presenteert in samenwerking met Den Haag TV. Arasub Holi! Holi Pagua 2013 live. En vanuit de Transvaalplein in Den Haag. Kijk, woensdag 27 maart tussen 3 en 6 naar Den Haag TV. Holi Pagua 2013 live. Bekijk ook de livestream via hittv.nl en in Suriname via Trishul TV. Meer informatie hittv.nl. Nieuw in Den Haag. Veggie for You. Vegetarische supermarkt. We hebben een groot assortiment voor uw dagelijkse vegetarische boodschappen en levensmiddelen. Veggie for You verkoopt vlees- en visvervangende producten op basis van onder andere soja en lupine. Vegetarische kant-en-klaar maaltijden, kaas en diverse hapjes. Bij ons koopt u de lekkerste meathaai en belegde broodjes. Veggie for You voorziet in uw vegetarische behoeften met 100% vegetarische en natuurproducten. Kijk voor meer informatie op www.veggieforyou.nl of kom langs aan de Weimarstraat 76 in Den Haag. Wij zijn dagelijks geopend. Zaterdag 30 maart in het World Forum te Den Haag. Artists United Charity voor Elisa. Een benefietavond met muziek en cabaret van onder andere Yesir, Jetty Maturin, Jan-Jaap van der Wal, Sami Fikil, Jeffrey Spalberg en nog veel meer. Daarnaast is er een veiling voor een meet and greet met Najib Amali en Henny Huisman. Tickets zijn verkrijgbaar via ticketservice.nl. Steun Stichting Healing voor Elisa. Voor meer informatie check www.artistsunited.nl. Want jullie komen allemaal, hè? 30 maart voor Elisa. Ik zie je daar. Welkom bij Kashmir, een Pakistaans India's tandoori restaurant. We hebben 7 dagen in de week een lopend buffet voor maar €14,95. Daarnaast bieden wij ook andere specialiteiten aan. Ook bezorgen wij aan huis. Daarnaast biedt Kashmir ruimte voor 120 gasten voor al uw feesten en partijen. Tot snel bij Kashmir! TV presenteert in samenwerking met Den Haag TV. Arasub Holi! Holi Pagua 2013 live. En vanuit de Transvaalplein in Den Haag. Kijk, woensdag 27 maart tussen 3 en 6 naar Den Haag TV. Holi Pagua 2013 live. Bekijk ook de livestream via hittv.nl en in Suriname via Trishul TV. Meer informatie hittv.nl.
Hit TV presenteert in samenwerking met Den Haag TV. Arasub Holi! Holi Pagua 2013 live. Dit vanuit het Transvaalplein in Den Haag. Kijk, woensdag 27 maart tussen 3 en 6 naar Den Haag TV. Holi Pagua 2013 live. Bekijk ook de livestream via hittv.nl en in Suriname via Trishul TV. Meer informatie hittv.nl. Welkom bij alweer een gloednieuwe uitzending van Hit TV. Deze week gaan we het even helemaal anders doen. We worden met z'n allen veel te dik en we leven veel te ongezond. Dus nu beginnen we met de nieuwe vaste rubriek van Hit TV, Fit met Hit. De rubriek waarin je praktische tips krijgt over hoe je gezonder kan leven en hoe je je kunt bewegen. Kijken dus! Ik ben echt kapot, dat was echt heftig joh. Spinnen, maar op Baitagana muziek, dat heb ik nog nooit gezien. Nou, dat is eigenlijk een tijdje geleden begonnen. Je moet zo denken, als je zo'n les meedoet, dan zit je zo rond de 700-800 calorieën in een uur tijd. 700-800 calorieën, vertaal dat eens naar eten, hoeveel porties is dat? Nou ja, porties, ik bedoel van als je een patatje met gegeten hebt, ja, dan ben je er nog niet. Dat moet je zeker nog een uur doortrainen om zo'n les te doen, zeg maar. En dan heb je het patatje bijna nog niet weg. Serieus? Dus na wat ik net allemaal heb gedaan, is dat patatje er nog niet af? Nee. Het is de eerste stukje wat je begint is een warming-up. Dan verbruik je je suikers, je koolhydraat. En daarna begint de vetverbranding. Dus dat duurt zeker. Zo'n les duurt een uur en dan kan je wel tevreden zijn, zeg maar. Oké, maar waarom kies jij dan voor die Baitagana muziek? Dat moet je me echt even uitleggen. Nou, Baitagana, het is een tijd geleden begonnen. Ik werk hier eigenlijk op de fitness vanaf 2001. En ergens in 2006, 2007 waren aardig wat Hindustanen die op de sportschool waren. En nog zijn. En dan zaten ze in de lounge. Dat was gratis koffie, dus dan blijven we maar lekker zitten en kletsen. En nou ja, ik dacht van, nou, ik wil ze ook in mijn les hebben. En niet alleen de Nederlanders die dan hier komen lessen. Tuurlijk is dat ook leuk. Maar ik wil ze ook in beweging krijgen. En toen heb ik één persoon aangesproken. Van, weet je wat, als je komt, dan ga ik een Baitagana voor je draaien. En die dacht van, ja, je maakt een grap, dat kan niet. En nou ja, ik zei van, nou kom maar, dan gaan we dat doen. En dat heb ik dus één keer gedaan. En geloof me, de volgende les, ik had 30 fietsen staan. En alle 30 vol, waarvan er 25 Hindustanen in waren. Echt waar? En als je begint met een nummer als Gore Gore Gal of iets met wat een goede beat hebt, nou, je gaat erop. Mm-hmm. En dat hebben ze. Dat gebeurt iets met het lichaam waar ze dan nog meer geven
dan een Engelse nummertje draait. Of, die beat de hele tijd, doef, doef, ja, dat is het, hè? Ja, dat is het. Dat geeft een ritme en dan hebben ze te pakken en dan gaan ze... Het is net of je op dansvloer staat, ja. Maar alleen ben je nu aan het fietsen. Ja. Maar Ruben, ik zag niet alleen Hindustani in die les net. Nee, er zijn Marokkanen, Turken, Nederlanders, Polen, Bulgaren. Er zijn van alles wat hier op sportschool traint, die komen in de les. Die vinden het ook leuk. Er zijn mensen die vragen mij, zo, joh, dat nummer wat je gedraaid had vorige keer, die snelle, kan je die nog een keer draaien? Ja, en dat is ook een beetje garen. Ja, ja. Dat vinden ze leuk, hebben ze een bepaalde tempo in en dat hebben ze te pakken. En dat willen ze dan nog een keer, zeg maar. Ja, die muziek slaat gewoon aan. Ja, klopt. Ja, okay. Maar Ruben, de realiteit is, er zijn gewoon nog te veel mensen niet op de sportschool. Ze zitten nu gewoon op de bank naar HIIT te kijken, maar ze doen verder niks. Ja. Wat gaan we daaraan doen? Nou, we kunnen aardig wat doen. Je hebt natuurlijk mensen die... hard gewerkt hebben of komen van school, zijn moe. Ze komen thuis, het eerste wat ze doen is alles neerleggen en je gaat naar de keuken. Ze halen hun avondmaaltijd en daarna is het klaar. Nou, dat vind ik wel jammer eigenlijk, want als je kan ook zeggen van weet je wat, als ik nou een uurtje later eet, ik ga even naar de sportschool voor een uur. Of ik ga buiten een uur wat rennen en daarna mijn maaltijd naar binnen werken. Nou, dat ene uurtje, dat maakt niet uit. Maar de temperatuur, Ruben, het is min 1. Ik kom van mijn werk, ik heb honger, ik heb het koud. Dan wil ik er gewoon niet meer uit. Dat klopt, dat heb je ook. Ik zou toch het liefst willen dat mensen naar een gym gaan. Hè? Dat ze dat doen. Maar ik heb zoiets van, oké, je kan ook wat thuis doen. Mm-hmm. Je kan ook wat thuis doen, je hebt net gegeten. Dan raad ik wel aan, van als je gegeten hebt, om niet gelijk wat oefeningen te gaan doen. Hè? Je hebt gegeten, wacht even een half uurtje. Normaal zeg je op zo'n Hollands van, joh, als je gegeten hebt... Ga even een half uurtje buiten lopen. He, wat een doorsnee een Nederlander doet, is gewoon even wat hond uitlaten. He, dan zakt het ook. He, dat, voor ja, het Hindustaanse doelgroep zou ik zeggen van... dat is wat lastiger, maar dan zou ik zeggen van... Weet je wat, ga even rustig zitten. Laat het even zakken. Mm-hmm. Zodra dat wat gezakt is, probeer wat bewegingen te doen. Oké, je hebt dus net gegeten. Hè? Ongeveer hoe lang moet je dat eten laten zakken voordat je mag beginnen? Nou, ik denk als je gegeten hebt en dat ze daarna of gaan douchen of andere dingen gaan doen en dan beneden gaan zitten, dan ben je toch wel een uur kwijt. Oké, ongeveer een uur. Ja. Dan zijn we een uur verder. Wat kan ik doen? Iets simpels. Je zou bepaalde bewegingen kunnen maken, ook met buikspieren, met je benen, met je armen. Mm-hmm. Je kan aardig wat, je hebt maar 1 vierkante meter nodig mm-hmm. om je gewoon je hartslag zodanig omhoog te brengen dat je wat verbrandt. Ja, meer ruimte heb je niet nodig. Oké. Kan je het voordoen? En dat is een kwaliteit van een personal trainer. Ja. Je hebt helemaal niet echt een ruimte van 10 meter nodig of zoveel materiaal. Mm-hmm. Ja, je hebt oefeningen wat je kan doen, zijn squatten. Ja, Ruben, squatten zeg jij. Ja. Hoe gaat dat? Dan squatten, maar dan moet je wel weten van, joh, heb ik last van mijn knieën? Mm-hmm. Ja, zijn er mensen die last van de knieën hebben, dan sla je dat over. Mm-hmm. Of mensen die geen last van hun knieën hebben, dan pak je je benen lichaamsbreedte. Ja? Okay, zo. En dan ga je met je billen naar achteren. Het is net of je op de pot gaat zitten. Ja? Bovenlichaam blijft recht. Ja. En dan ga je met je knieën niet voorbij je tenen. Ga je naar achteren. Je kan je handen tegen je oren. En dan zak je naar beneden. En dan kom je weer omhoog. En dan doe je dat even 20 keer. Maar hoe diep moet ik zakken? Ja? Je zakt ongeveer, dus niet verder als 90 graden. Je blijft erboven. Oké. Ja? Dit is net alsof, als je ergens naar het toilet gaat en je wil niet zitten, als vrouw zijnde, ja, dan moet je dus gewoon dat squatten. Is net, ja, dat is het, precies. Okay, dan ga je dus met de billen naar achteren. Ik snap het. Ja. En weer omhoog. Houd de bovenlichaam recht. Ja, nou, als je dat gedaan hebt 20 keer, ja. Doe maar eens even kijken of je het goed doet. Oké. Ja, hou je met je knieën, blijf je achter de tenen. En dan voel je dat je naar achter gaat. En dan voel je dus met squatten, pak je de quadriceps, voorkant, bovenbeen, achterbeen en je bilspieren. Wow. Maar je moet wel goed je evenwicht kunnen houden, want hoe dieper je gaat... Dan ga je anders met je benen iets meer uit elkaar. Iets meer uit elkaar? Ja. Oké, want ik merk dat ik een beetje... Achterval. Ja, evenwicht naar achteren. Je mag van mij ook natuurlijk even, als je naast de bank staat, mag je hem ook vasthouden. Oh, dat ga je zakken. Dat mag. Dat is niet erg. Want je gaat pas beginnen, het moet wel veilig gebeuren. Ja, precies. Oké, dus ik ga gewoon op die toiletpot zitten, recht, rugrecht. Ja. En om je mag ook een stoel neerzetten. Ja. En dan ga je je gaat zakken als het ware. Dan ga je net, raak je stoel aan en dan kom je omhoog. Dus je moet de stoel voelen? Ja, en dan kom je omhoog. En je gaat omhoog, ja. Oké. En hoe vaak moet je dit 20 keer en dan doe je 4 setjes. Oké,
En wat heb ik dan verbrand? Hoeveel eten eet ik? Ja, dan moet je niet gelijk gaan berekenen. Ja? Okay. Je moet je spieren, ja, als je heel lang niet gesport hebt, ja, moet dat weer even inkomen natuurlijk. Oh, ja? Oké. Nou, dat is dus eigenlijk wat sporten betreft. Oké. Je hebt natuurlijk, je kan ook op de stoel gaan zitten, mm-hmm, op de bank gaan zitten. Nou, gaan we hier even zitten. Kom even zitten. Oké. En dan ga je dus als het ware, hou je vast, ga je dus je knieën omhoog. En strekken en weer omhoog. Zoiets? Ja? Ik voel het wel. Ja, en naar voren strekken. Even wachten. En weer terug. Ik kan ja, strek uit en weer terug. Echt achter elkaar. En dat doe je ook 20 keer. Lukt dat? Je moet heel erg glad. Dat klopt, maar als je op de stoel zit, dan kan je dus aan de zijkant vasthouden. Ja. Strek je uit, voel je buikspier en dan weer terug. Ja, ik voel mijn buikspier te zeker. Ja. Maar dat zijn dus eigenlijk weer... Maar ik voel ook mijn onderrug. Is dat slecht? Als je onderrug voelt, dan zou ik dus dit niet gaan doen. Oké. Okay. Dan zou je plat op de grond moeten doen. Plat op de grond? Ja. Gewoon liggen op je rug? Ja, je gaat op je rug liggen. Oké. Okay. Zo dus? Zoiets? Ja. En dan heb je een holle rug. Ja. Dan maak je een bol. Bol? Ja, dat betekent... Dan doe ik hem in de grond. Ja. Oké. Okay. Maak je een bol, blijf je plat met je rug op de grond. Ja. En dan kom je met je hoofd omhoog. Alleen met mijn hoofd? Ja, probeer eens. En weer omhoog. En weer terug. En dan ga je recht omhoog. Ja? Kom maar met schouderwaarde iets omhoog. En terug. Okay. Voel je holle rug nog steeds. Dan ga je met je handen onder je het holte opvullen. Oké. Okay. Ja? Kom maar eens. Dus weer omhoog. En weer omhoog. En weer terug. Je hoeft helemaal niet omhoog te komen. Klein stukjes genoeg. En weer terug. En maar... dan doe je het 20 keer. En dan rust je weer even uit. Als ik nou last krijg van mijn nek, wat doe ik dan? Dan zou je dus eventueel met je handen kunnen ondersteunen. Oké, gewoon zo? Ja, ondersteunen, omhoog en weer terug. Oké. Ja, dat is dus de buikspier gedeelte. Dat is de buikspier. Je kan ook dus onderbuik berekenen met je benen omhoog en omlaag. Ja, als je op de grond ligt, in een woonkamer bijvoorbeeld, naar de kant, dan kom je knieën doe je licht gebogen, allebei. Ja. Dan kom je met je benen omhoog, kom maar allebei en weer terug. En weer omhoog en weer terug. En dan maak je ook 20 keer dezelfde beweging. Dan voel je de onderbuikspieren. Ja, ik voel het. Heel zwaar is dat. En je hebt natuurlijk nog een hele les gehad. Ja, daarom. Ja, laten we dat vooral niet vergeten. Ik heb een hele les gehad. Nou, sportieve kijkers, dit was de eerste Fit met Hit. Jullie hebben het gezien. Als je geen tijd hebt om naar de sportschool te gaan, kan je ook een heleboel oefeningen gewoon thuis in de woonkamer doen. Ruben, bedankt. Nou, graag gedaan. Ik hoop dat jullie volgende keer weer terugkomen. Dan kan ik misschien iets meer uitleggen. Zeker weten, wij wel. Graag gedaan. Hit TV presenteert in samenwerking met Den Haag TV. Arasubholi! Holi Pagua 2013 live. Met vanuit de Transvaalplein in Den Haag. Kijk, woensdag 27 maart tussen 3 en 6 naar Den Haag TV. Holi Pagua 2013 live. Bekijk ook de livestream via hittv.nl en in Suriname via Trishul TV. Meer informatie hittv.nl. Bling, bling, bling.
बेगर पूछे करे सामान हमके देखे बिगारे फेसबुक पे रे सामान हमार सेकरे हो बेगर पूछे करे सामान हमके देखे बिगारे फेसबुक पे रे सामान हमार सेकरे फिर तो सब तेरे इतना समझाई बुलोंगे जिजवा सब कोई फेल करे साई हम ना मांगी तो के अरे अपले इसमें हम ना मांगी तो के अरे When I feed the girl them bubble pan. If you love to see the girl them a bubble, put up your hand. You play a song, the girl Starbucks blank. Now the girl them time, play a song, the girl white. Watch, big selector a player, you no rookie. Catch the baseline, watch the girl them a shoot me. Hey, when the girl them a dip it and a drop it, you a batty man. If you no happy, follow me then. Y'all are the show, so me glad me come out. Ready, Philip? Hit TV presenteert in samenwerking met Den Haag TV. Arasub Holi! Holi Pagua 2013 live! En vanuit de Transvaalplein in Den Haag. Kijk, woensdag 27 maart tussen 3 en 6 naar Den Haag TV. Holi Pagua 2013 live! Bekijk ook de livestream via hittv.nl en in Suriname via Trishul TV. Meer informatie hittv.nl. Well, this one is a big club, the best you ever had. Apache Indian, Money K, yo, Ballycars, if you don't have to play. Is er een veiling voor een meet and greet met Najib Amali en Henny Huisman. Tickets zijn verkrijgbaar via ticketservice.nl. Steun Stichting Healing voor Alisa. Voor meer informatie check www.artistsunited.nl. Want jullie komen allemaal, hè? 30 maart voor Alisa. Ik zie je daar. Nieuw in Den Haag. Veggie for you. Vegetarische supermarkt. We hebben een groot assortiment voor uw dagelijkse vegetarische boodschappen en levensmiddelen. Veggie4U verkoopt vlees- en visvervangende producten op basis van onder andere soja en lupine. Vegetarische kant-en-klaar maaltijden, kaas en diverse hapjes. Bij ons koopt u de lekkerste miethaai en belegde broodjes. Veggie4U voorziet in uw vegetarische behoeften met 100% vegetarische en natuurproducten. Kijk voor meer informatie op www.veggie4u.nl of kom langs aan de Weimarstraat 76 in Den Haag. Wij zijn dagelijks geopend. Fahon, Hindustani Radio. Nu in de ether te beluisteren in grote delen van Nederland op 1557 AM. 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Voor meer informatie ga naar de website www.fahonfm.nl of bel naar 070 365 2247. Fahon, Hindustani Radio. 1557 AM. 1557 AM.